2020 levende talen 6 Turks 30 oktober 2020. Online minicursus Nederlands, Nederlandse zinsbouwregels. Welkom. Vandaag gaan we onder andere over Nederlandse zinsbouwregels hebben. Belangrijke regels voor correcte en nauwkeurige zinnen in het Nederlands. 1. Gebiedende wijs. Dat is een eenwoordzin. Kom, ga, doen, stop. Basiszin met twee woorden. Ik ga, je mag, zij kijkt, we gaan. Basiszin met drie woorden. Ik spreek Nederlands. Ik spreek Turks. Ik spreek Engels. Ik speel volleybal. Wat zijn de modale werkwoorden dan? Mogen, moeten, willen, zullen, zouden. In deze online minicursus Nederlandse zinsbouwregels, we gaan onder andere hebben over zijn, worden en hebben, hulpwerkwoorden en bijbehorende regels, modale werkwoorden. Hoe doe jij een werkwoord dan? Te werken, bijvoorbeeld, ik werk, ik werkte, ik heb gewerkt. En, maar, want, dus of verandert niet de zinsbouw. Let goed op. Dat, omdat, zodat enzovoort verandert wel de zinsbouw. Hoe dan? Zinsbouw verandert wel als de zin met de tijd, plaats of frequentie begint. Let op. We beginnen eerst met verbindingswoorden en, maar, want, of en dus. Een voorbeeldzin: we gaan niet vechten, want we willen graag gelukkig zijn. Het is een klein huisje, maar een groot schilderij hangt aan de muur. Ik kan helaas mijn niet bezoeken. Dus ik schrijf een brief aan haar. Ik kan helaas mijn moeder niet bezoeken. Dat, omdat, doordat, zodat, voordat, nadat enzovoort verbindingswoorden veranderen wel de zinsbouw. Hoe dan? We vechten niet omdat we gelukkig willen zijn. Ik vind dit huis leuk omdat een groot schilderij aan de muur hangt. Ik mis mijn moeder heel erg veel, daarom bel ik haar elke dag. Vandaag, gisteren, morgen, volgend jaar, door de weeks, werkdagen, soms zijn de woorden geven aan de tijd. Als een zin met een tijdsbepaling naamwoord begint, verandert de zinsbouw wel. Elke dag willen we graag zwemmen. Soms doe ik niet wat zij zegt. Door de week fiets ik naar mijn werk. Wat is een basiszinsbouw dan in het Nederlands? Ten eerste hebben we persoonsonderwerpen. Onderwerpen, ik, jij, je, u, hij, zij, ze, het, wij, we, jullie, zij of ze. Daarna komt een van deze vier. Kan misschien met hebben zijn, woorden of models, modale werkwoorden. Of gaat verder met werkwoorden. Let op, wie doet wat, moet jij de vraag stellen. Dan gaat over werkwoorden met de persoonsvorm. En komt wanneer? Gaat over tijd, vandaag, morgen, gisteren, nu of toekomst. Dan zeggen wij, hoe doe jij dat dan? Zo snel, mooi, leuk. Met iets. Waar vindt het plaats? Locatie, school, Turkije, Nederland. Dit is een gewone zinsbouw in het Nederlands. Veranderd worden, ja. Als een zin met
tijdsbepaling naamwoorden begint, vandaag, morgen, gisteren, dan komt of hebben, zijn, worden of modale werkwoord, of werkwoord met de persoonsvorm, en dan komt pas de onderwerp. Dat is ik, jij, je, u, hij, zij, ze, het, wij, we, jullie, zij, ze. Dan zeg jij, hoe doe jij dat? En waar doe jij dat? Of, we hebben het over basishulpwerkwoorden met modale werkwoorden. Hoe dan? Eerst onderwerp. Dan komt willen, zullen, mogen, kunnen, moeten of zouden. Vervolgens, als je de modale werkwoorden niet hebt, komen de zijn en vormen van zijn. Ben, bent, is, was, waren, geweest. Of werkwoord woorden met woord, woord, werd, werden, geworden. Of vormen van hebben, heb, hebt, heeft, had, hadden, gehad. Dus. We geven ook heel vaak aan in het Nederlands hoe vaak dat je iemand iets doet. Heet frequenties. Esma gaat altijd met de fiets naar haar school. Ali speelt soms alleen. We spreken zelden Nederlands. Ze vangen vaak veel vis. Je schrijft af en toe naar je vaders. Ze luisteren regelmatig naar mij. Ik eet nauwelijks groenten. Onderwerp. Persoonsvorm. Met werkwoord doe jij dat. En dan frequentie. Hoe vaak? We kunnen ook tijdsbepaling naamwoorden begin van de zin zetten. Elke ochtend. Ali loopt elke ochtend 3 kilometer. Of elke ochtend loopt Ali 3 kilometer. We bezoeken haar elk jaar in Istanbul. Ze vangen elke week een dolfijn. Of elke week vangen ze een dolfijn. Let op, er is een wisseling. Je schrijft elke week een mailtje. Of elke week schrijft je een mailtje. We gaan elke zomer naar Turkije. Elke zomer gaan we naar Turkije. Dus persoonsvorm komt voor het onderwerp. 'S nachts baby drinkt 's nachts melk. 'S nachts drinkt baby melk. Hij mist constant zijn kinderen. Dus ook aan hoe vaak. Vormen van zijn, zoals op tabel staat. Ben, bent, is, was, waren of geweest. Hangt eraf, de onderwerp uiteraard. Ik ben, jij, je, u bent, hij is, zij is, het is uiteraard. Of verleden tijd vorm enkelvoud is, zij of hij was. Het was, of we, of jullie, zij ze waren, of zeg je, ze zijn geweest. Tegenwoordige tijdvorm, ik ben Jan, ik verleden tijdvorm, ik was gisteren jarig, voltooid, ik ben in Turkije geweest. Dus regel is, eerst zijn, aan het eind van de zin komt geweest. Let goed op. Ben je naar school geweest? Zij is heel lang gelukkig geweest. We zijn op vakantie geweest. Het was leuk. Het is moeilijk tegenwoordig. Dank je. Woord. Vormen van woord is tegenwoordige tijdvorm. Ik word 50. Je wordt detailed op gelukkig. Je werd ziek. Je bent zeer oud geworden. Dus woorden. Plus zijn plus geworden. Zij is mooi geworden. Het is fantastisch geworden. We zijn moe geworden. Jullie zijn boos geworden. Ze zijn groot geworden. Tegenwoordige tijd. Ze worden gelukkig met jou. Verleden. Ze werden moe. En kijk goed wat het onderwerp is. Wat de verleden tijd voor me zijn. Word, word of werd, werden.
of zijn geworden. Andere is hebben met onderwerp uiteraard tegenwoordige tijdvorm. Ik heb een auto verleden tijd. Ik had een leuke vriend voltooid. Ik heb het gedaan. Dus hebben plus gedaan, gehad. Bijvoorbeeld, ik heb een cadeau gehad. Hij heeft een kans gehad. Zij heeft veel plezier gehad. Ik heb het gehad. We hebben het gehad. Jullie hebben een prijs gehad. Ze hebben weinig tijd gehad. Verleden tijdvorm, had of hadden. Of de andere vormen van tegenwoordige tijdvorm staan op de lijstje. Wat zijn de modale werkwoorden dan? Dit zijn willen, kunnen, mogen, moeten, zullen en zouden. Hoe werkt dat dan? Willen, ik wil een cadeau, ik wilde een cadeau, ik heb altijd een hondje gewild. Dus voltooid de tijdvorm van hebben plus gewild. Verleden tijd wilde, wilden. Wou of wouden, niet formele situatie. Persoonsvorm, tegenwoordig is ik wil, je wilt, hij wilt. En we willen. Hij wilt naar huis, hij wou niks bijzonders, hij heeft een fiets gewild. We willen graag winnen, we wouden jullie opzoeken. We hebben een zusje gewild. Kunnen. Vormen van kan, kan kunt, kunt en kunnen. Ik kan goed zwemmen. Verleden tijd, ik kon schaatsen. Voltooid hebben gekund. Ik heb het gekund. Je had het gekund. Of hij kan gitaar spelen. Hij kon fluisteren. Sarah kan dansen. Zij kon vorig jaar voetballen. We kunnen kamperen. We konden dansen. Jullie kunnen Engels spreken, jullie konden kiezen, ze kunnen tekenen, ze konden veel verdienen. Volgende is mogen, vormen van mogen zijn, mag. Mogen, mochten gemogen. Ik mag vanavond koken, gisteren mocht ik gamen, ik heb hem nooit gemogen. Dus hebben gemogen. Je mag naar het feestje, je mocht buiten spelen, je had haar echt gemogen. Zij of ze, zij mag mij niet, zij mocht niet naar buiten. Wij of we mogen te laat komen, mochten we buiten voetballen? We hadden het meisje gemogen. Moeten en gemoeten. Kijken even hoe dat zit. Ik moet meteen slapen tegenwoordig. Ik moest meteen slapen. Had niet zo moeten zijn. Je moest je huiswerk maken. Had wel gemoeten voltooid. Zij moest nog veel doen. Dus moest of moesten verleden tijd. Jullie moesten allemaal zingen, puntje. Ze moeten op tijd vertrekken. Ze moesten op tijd vertrekken. Volgende is zullen. Vormen van zullen. Zal, zult, zal, zullen, zou of zouden. Er is geen voltooide tijdvorm, alleen tegenwoordig en verleden tijd. Dat zijn de onderwerpen. Ik zal straks in mijn bed liggen. Ik zou 2 uur geleden naar bed gaan. Je zal morgen gamen. Je zou gisteren gamen. Hij zal straks een ijsje eten. Hij zou vorige week een ijsje eten. Hij zal het niet leuk vinden. We zullen volgend jaar naar Turkije gaan. We zouden samen dansen, maar het is niet gelukt. Jullie zullen volgende maand naar Londen gaan. Jullie zouden samen koken. Ze zullen mij begrijpen. Ze zouden mij begrijpen. Er is een kleine oefening. Probeer de zinnen af te maken. Alsjeblieft, gebruik de voegwoorden dus, want en of
maar dan verandert de zinsbouw niet. Ik koop een cadeau voor mijn vrouw en ik zal vanavond koken. Ze neemt een paracetamol in water, want zij voelt zich niet lekker. De gasten eten beschuit met muisjes, want een kindje is geboren. Ze kopen sinaasappels op de markt en andere twee broodjes bij. In deze workshop hebben we de juiste grammatica regels met betrekking tot de correcte zinsbouw in het Nederlands geleerd. Ik wens jullie heel veel plezier en succes met de taal leren. Groetjes, Mr. Oes, docent Engels.